Ja, met die banaan. Ja, met die banaan. Dat is een flinke lap, Bart. Ja, ja. Dat gaat hem worden. Vorige keer beviel het uitvaren wel goed. Dus dat gaan we wederom maar weer doen. Water is mooi helder. Ja, ja, de eerste is een feit. Mooi zo, weer niet geblenkt deze ronde, Bartje. Goed bezig. Weer een vis in het net en we gaan hem even meten en een fotootje maken. Een panharing van een centimeter hier 30. Lekker man. Mooi bezig, Bartje. Ja toch, lekker dik. Lekker dik. Kijk. Heel lekker dik. Flinke pens eronder. Joh. Ja, hele dikke pens. Oh, kijk eens joh. Hoppakee. Oh, ja. Even meten? Ja, is goed. We gaan voor de 80. 80 centimeter. Mooi Bart. Een fotootje en dan mag hij weer terug. Ja, ik heb foto's gemaakt ertussen. Ja, dan mag hij weer terug. Lekker pensel onder, jongen. Je hebt aardig gegeten. Nou ja, Bart, hij mag weer terug. Klein, maar dik. Met zijn klein 80. En, zien of zo. Ja, super mooi man. Ik heb die terug. Zit er nog meer koet in die buik of wat? Dat lijkt het wel op, ja. Glad. Op, op. Andere kant op. Ja, daar gaat hij. Oh, ja. Mooi man, nummer uno. Lekker man. Lekker man. Ouwe, weer gewoon een vis. Lekker man. Ja, de eerste is binnen Bart. Ja. 80 centimeter. Ja. En hij was heel dik. Ja, klein kopje weer. Ja, klein kopje weer, maar wel dik. We hebben nog 3 à 4 uur te gaan. Ik kan er nog wel een uitkomen. Ja. Ik zit weer in mijn held schemering hoor. De... Ja? Geef mij dan. Ja, hier zit echt gewicht achter. Doe me. Kom dan. Oké, hallo. Hallo. Ja, ja. Oh, daar komt hij al. Hij is al boven. Ja, maar ja. Zo, deze geeft dikke Bart uit. Ja, volgens mij is het mooi hoor. Ik voel wel gelijk gewicht. Je hebt het netje erbij, hè? Ja. Lekker, hè? Ah, dit is kik, zeg. Ja, weet je, met jouw molens, ik vind de drill vind ik wel wat difficult, maar jouw molens werken net wel anders dan de mijne, weet je. Is dat met ook slaan? Oh ja.
Toch weer even die adrenaline. Even dat trillen is, blijft toch kicken. Wat komt er boven? Man, man, man. Ik sta altijd toch even te shaken van. Vet shit. Zo. Morty heeft hem even geschept. Dan even kijken. Gewoon weer visbaard, gewoon nummer 2. Ja, zijn we blij mee. Zo. De mat ligt altijd klaar, ook met de tangen natuurlijk. Nou, we kregen de bek niet open, dat kwam omdat de haakjes een beetje rot zaten. En dan altijd zorgen dat je een... Helemaal even weg. Altijd zorgen dat je een kniptang bij je hebt, dat je hem gewoon lekker kan knippen. Ja, ja. Mooi man. Ah, toch kick weer, hè? Zo'n drill. Mooi man. Mooi snoekje, niet mega groot. Zal nog even meten. Dat ligt aan die kant. Hoppa. Ja, eens even kijken naar 78. En gewoon weer een mooie snoek. Dus daar zijn we heel blij mee. Hij gaat lekker terug. Fotootje genomen tussen de. Vis nummer 2 ook een feit. Echt heel blij mee. Dus voor mij wel een tijdje geleden. Bart die heeft nieuwe molens, dus die heeft hem even aangeslagen. Want ik weet nog niet precies hoe die dan voelen. Dus, en we willen niks verspillen natuurlijk. Dus super blij mee. Was kicker drill. En hij was dubbel gehaakt. Tenminste, we vissen met 2 dreggen. En de ene zat vast in de andere. Dus we hebben hem even snel doorgeknipt. Dat moet je ook altijd gewoon doen. Hè? Gewoon... niet te lang mee wachten, niet te twijfelen. Gewoon als je denkt, joh, het is echt een geknoei, gewoon knippen. En daarna was hij ook binnen 10 seconden los. En jullie zagen het net. Hij is weer helemaal veilig weggezwommen. Nou, super tof. 2 tot dusver. En wie weet wat deze dag nog verder brengt. Zo, 4:15. Het zit erop. Ja. Helaas niet meer de derde op de mat. Helaas. Maar wel 2 mooie snoeken. En in deze tijd, we hebben het al vaker gezegd, taaiboel. Dus elke snoek is er 1. We zijn er blij mee. Allebei eentje. En super bedankt weer voor het kijken. Hoop dat je het een leuke video vond. En tot de volgende weer. Tot de volgende. Houdoe.